Dag collega. Mijn naam is Guido Wijnen en ik geef net als jij les in een graad- of combinatieklas. En wellicht zit jij nog met heel wat vragen hoe jij nu met reken maar van start kan gaan in jouw graadklas. Vandaar dit opleidingsfilmpje. We willen jullie vooral vandaag heel wat tips gaan geven. Ik zelf geef al ruim 35 jaar les in een eerste en tweede leerjaar. En voor de lessen wiskunde geef ik mijn lessen volledig samen. Dat betekent, leerjaar 1 en 2 geef ik samen. Heel af en toe heb ik de ondersteuning van een co-teacher in mijn klas. Wist je trouwens, collega, dat er de laatste jaren steeds meer graad- en combinatieklassen in Vlaanderen zijn? Niet alleen uit noodzaak, bijvoorbeeld in kleine plattelandsschooltjes zoals het onze, maar ook omdat sommige scholen er bewust voor kiezen om graad- of combinatieklassen te gaan creëren. Blijkbaar kan het ook zijn sterke kanten hebben. Dit zijn de dingen die we vandaag samen even in dit filmpje gaan bekijken. En ik wil met jullie gaan starten rond de klasorganisatie. Soms kan het nodig zijn dat een leerling alles nog eens een keertje opnieuw gaat horen. Bijvoorbeeld in mijn tweede leerjaar laat ik soms kinderen van het tweede leerjaar de lessen van de brug opnieuw volgen wanneer ik daarmee bezig ben in het eerste leerjaar. Want dat zijn vaak kinderen die dat nog onvoldoende beheersen. En als je 13-5 kan, dan kan je ook perfect 73-5 gaan doen bijvoorbeeld. Of voor die sterke leerling in het eerste leerjaar, die laat ik af en toe al eens een stukje les gaan meevolgen in de andere klas. Ze kunnen het al maar eens een keertje gezien of gehoord hebben. Een mooi voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld kloklezen. Mijn lessen kloklezen, die geef ik bijna altijd samen. Samen het uur en het half uur. Maar mijn leerlingen van het eerste leerjaar, die kennen nu al bijna allemaal kwart voor. Moeten ze dat al kennen? Nee, uiteraard niet. Maar doordat ze dat al regelmatig hebben gehoord, kennen ze het al haast allemaal. Dat is dan pre-teaching, een voordeel voor de kinderen van de lagere klas. In het begin van het schooljaar is het wellicht heel belangrijk om je werkwijze goed uit te leggen. Uit te leggen wat je verwacht van kinderen, wat ze wanneer en waar mogen gaan doen. Investeer daar in het begin best veel tijd in. Steek daar tijd in, zodat kinderen weten wat mag, wanneer ze wat gaan doen. Leg dat uit aan kinderen, maar ook aan ouders, zodat ze jouw werkwijze kennen. Achteraf ga je de tijd helemaal inhalen. Maak niveaugroepjes in je klas. En niet alleen niveaugroepjes, bijvoorbeeld leerjaar 5 en 6, maar ook over de klassen heen. Maak groepjes van leerlingen die perfect kunnen samenzitten in een miniklasje bijvoorbeeld. Wanneer je die groepjes goed maakt, dan werkt dit wel. Een heel belangrijke is dat kinderen ook moeten leren zelf te gaan verbeteren. Kritisch te gaan kijken naar hun eigen werk, zichzelf gaan evalueren. Of dat kinderen het werk van een medeleerling gaan nakijken. Daar zijn ze meestal wel heel erg kritisch in natuurlijk. Maar je eigen werk nakijken is eigenlijk een van de persoonsgebonden doelen die we moeten nastreven bij onze kinderen. Kinderen in een graadklas moeten ook heel goed kunnen samenwerken. Samenwerken rond een opdracht. Een keer aan elkaar uitleggen. En dat kan soms heel versterkend gaan werken. Geef al jouw kinderen altijd meerdere taken, zodat ze altijd wat te doen hebben. Zijn ze klaar met een taak, dan moeten ze niet zeggen, juf, meester, wat moet ik nu gaan doen? Nee, dan moet dat kind in jouw klas eigenlijk al weten, ik ben klaar met mijn taak, daar vind ik een bakje met doorwerktaken of verrijkingstaken, of ik mag wat vrij gaan lezen. Maar zorg dat kinderen ten alle tijde weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn. De lessen moet je, de instructie, die moet je heel goed gaan inplannen. Soms kan je instructie tegelijkertijd geven aan twee klassen, maar dat lukt niet altijd. Een aantal voorbeelden gaan we straks wel even bekijken, maar soms lukt dat niet. En dan kan je dit op deze manier gaan doen. Je kan bijvoorbeeld een instructie geven aan leerjaar 3 en tegelijkertijd gaan kinderen van leerjaar 4 de verwerking, de oefeningen maken van de instructie die je gisteren hebt gegeven in die klas. Of je geeft hen tegelijkertijd een lesje automatiseren bijvoorbeeld, een blaadje waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Of, en dat kan ook, je laat hen een schrijfoefening maken. Je moet immers durven af te wijken van je agenda. Durf af te wijken, durf af en toe een lesje schrift gaan combineren in de ene klas met een lesje rekenen in de andere klas. Dat werkt wel. Schuif ermee de ganse dag. Ik doe dat constant in mijn klas, dat ik mijn lessenrooster een beetje overhoop gooi om alles praktisch georganiseerd te krijgen.
Sommige lessen die kan je wel gaan samengeven, maar dan moet je dan wat mee gaan schuiven. Want wij hebben in ons voorstel van reken maar een bepaalde chronologie opgesteld, maar die moet je natuurlijk niet slaafs gaan volgen. Dus je kan wel wat gaan schuiven met de lessen hier, bijvoorbeeld bij meten en metend rekenen. In het tweede leerjaar zit er min of meer een gelijkaardige les. En als je wat gaat schuiven in je agenda, dan kan je deze lessen heel mooi samen gaan geven. Trouwens, in je bordboek kan je letterlijk gaan schuiven met je lessen. Dat kan je trouwens zien in het filmpje van het opleidingsfilmpje van Bingel. Visualiseer altijd bij je kinderen, zodat ze weten wat ze moeten doen. Hang dat op aan een vaste plaats in je klas. Toon dat aan de kinderen, zodat ze niet aan jou telkens moeten gaan vragen, juf, meester, wat moet ik doen? Wellicht heb jij zelf als leerkracht nog een veel betere voorstelling dan deze, maar vooral, het is belangrijk dat je toont aan de kinderen, dat je ergens noteert, aangeeft wat ze moeten gaan doen. Hoe ga je nu aan de slag met de instructie? Wel, instructie, zoals ik daarnet al zei, soms lukt dat een keertje samen. Bijvoorbeeld voor meten en metend rekenen lukt dat wel een aantal keren. Voor bepaalde inhouden lukt dat ook, maar soms kan dat niet. De instructie, 10, 12 minuten heb je daarvoor nodig. Als het niet lukt om ze samen te geven, dan ga je een ene groep instructie geven en aan de andere groep ga je dan oefeningen of verwerkingsleerstof geven. Denk en spreek met leerlingen over hun manier van werken. Evalueer dat met hen. Kinderen hebben zelfstandig een taakje gemaakt. Ga daar achteraf heel even met hen over in gesprek. Ga eens naast hen zitten aan de bank en vraag: hoe heb je dit nu aangepakt? En hoe zou je dat de volgende keer nog kunnen gaan doen? Wanneer je met kinderen hen laat nadenken over hun manier van werken, kunnen ze hier alleen maar in groeien. De afronding van de lessen. Wel, daar stellen wij voor dat je één afronding kiest voor de beide klassen. Jij als leerkracht gaat zeggen, dit keer neem ik de afronding van bijvoorbeeld leerjaar 1 en de volgende keer de afronding van leerjaar 2. Jouw kinderen in de klas zijn heel sterk in zelfstandig werken. Soms moeten ze dat ook wel, want de leerkracht heeft immers niet altijd tijd om bij alle kinderen die een vinger opsteken onmiddellijk langs te gaan. Maar dat is nu net de kracht en het voordeel van een graad- of combinatieklas. Zij kunnen zelfstandig werken en als ze dat goed kunnen, gaan ze dat meenemen voor hun ganse leven. Laat ook aan de kinderen zien wanneer jij beschikbaar bent. Je kan bijvoorbeeld in je klas een rood of een groen verkeerslicht of een rood of een groen pagina of een bol ophangen waarvan je zegt, kijk, rode bol, de meester of de juf is nu niet beschikbaar, want ik ben instructie of uitleg aan het geven aan de andere groep. Ook kinderen kunnen zoiets hanteren. Je ziet hier het driehoekje, het bekende driehoekje, dat wel in heel wat scholen wordt gebruikt, waarbij de kinderen de punten naar voren leggen met hoe ze zichzelf voelen. Gaat het goed, leggen ze de groene punt naar voren. Lukt het helemaal niet, leggen ze de rode punt naar voren. En kunnen ze wel een beetje verder, maar is het nog een beetje moeilijk, leggen ze het vraagteken naar voren. Bij ons in school gaan we volgend jaar aan de slag met een kubus, waarbij ze de bovenkant naar boven leggen en dan kunnen wij zien of ze nu met een vraag zitten of wel alleen verder kunnen. Nu, dat zelfstandig werken, dat brengt ons eigenlijk ook een beetje bij het reken maar groeiboekje. Want men verwacht tegenwoordig van ons dat we ook vooral werken over het persoonsgebonden ontwikkelen van de kinderen. En één van die items die we daarin bekijken is, kan ik al zelfstandig aan de slag? In het groeiboekje gaan we één of twee keer per jaar samen met de kinderen gaan kijken hoe ze daarin aan de slag kunnen. Kunnen kinderen van zichzelf al zeggen hoe zij zelfstandig aan het werk kunnen? Hebben ze daar al zicht op? Het is immers de bedoeling dat ze daar stelselmatig in gaan groeien. Op het einde van het eerste leerjaar ga jij dus met jouw kind in gesprek en gaan we dat inkleuren met rood, groen of geel. Ik kan mijn werk al zelf plannen of ik kan al zelf aan de slag. Hoe ga je nu om met co-teaching, werkvormen en zorgwerking? Co-teaching is een hele knappe manier om in een zorgklas aan de slag te kunnen. Ik zelf heb het geluk dat ik regelmatig co-teacher Jessie bij mij in de klas heb, die met mij 2 uurtjes per week aan de slag kan voor de 2 groepen samen. Er zijn diverse vormen van co-teaching natuurlijk. Je kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld 1 leerkracht vooraan in de klas met een groepje de instructie geeft, terwijl de andere leerkracht achteraan in de klas de instructie geeft. En dan gaan we aan het werk
En dan hebben jullie handen vrij om samen aan het werk te gaan. Twee leerkrachten in de klas, vier armen, vier ogen om samen te kijken naar je kinderen, om hulp te bieden waar nodig. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat andere mogelijkheden hoe je aan de slag kan gaan binnen co-teaching. Het kan ook zijn dat één leerkracht vooral gaat observeren om eens te zien hoe kinderen nu zelfstandig aan de slag gaan. Hoe ze met hun sociale vaardigheden omgaan bij het groepswerk bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat je met twee leerkrachten dezelfde instructie geeft en op elkaar inspeelt. Kan zeer verrijkend zijn, maar niet eenvoudig. Misschien is het ook een goed idee om eens te vragen aan jouw zorgleerkracht om jou ook af en toe te komen ondersteunen bij moeilijke lessen in de klas. Zijn er wat moeilijke items, percentberekeningen of breuken bijvoorbeeld, dan zou dat handig zijn dat de zorgleerkracht preventief bij jou in de klas komt helpen. En gebruik vooral de kracht van jouw leerlingen. Gebruik de kracht van kinderen. Laat kinderen als tutor optreden. Laat ze elkaar helpen. En vaak is de uitleg die een kind geeft aan een medeleerling nog net iets krachtiger dan wat juf of meester heeft verteld. Ik wil nu samen met jullie eens even gaan kijken naar welke lessen je samen kan gaan geven. Een aantal concrete voorbeelden wil ik samen met jullie gaan overlopen. Bijvoorbeeld in de les metend rekenen, over de klok bijvoorbeeld, kan je binnen reken maar 1 en 2 perfect de les samen gaan geven. Zoals ik daar straks ook in mijn voorbeeld al heb aangegeven. Uiteraard maken kinderen van het eerste leerjaar het werkblaadje van het eerste en die van het tweede leerjaar het werkblaadje van het tweede. Maar de instructie kan toch wel gedeeltelijk samen en kan ook een beetje pre-teaching zijn voor de leerlingen uit de lagere leerjaar en een beetje remediering zijn of differentiëren naar beneden voor de leerlingen van het tweede leerjaar. In leerjaar 3 en 4 bijvoorbeeld kan je rond breuken ook wel vaak samen aan de slag. Een aantal lessen die perfect samen horen hebben we trouwens voorgesteld in het katern dat je kan downloaden via Bingel, tips en tricks voor graadklassen. Voor klas 5 en 6 bijvoorbeeld binnen meetkunde kan je ook heel wat lessen samen gaan geven, bijvoorbeeld over de eigenschappen van vierhoeken. Is haast dezelfde les. Of binnen getallenkennis wanneer het gaat over deelbaarheid van getallen. Bijna dezelfde les, alleen een apart rekenblaadje. Beste collega's van de graadklas of combinatieklas, lees zeker in je startkatern alles nog eens na. Lees goed de bundel van de tips en de tricks die we je meegeven voor graad- en combinatieklassen. Er zijn een aantal lessen makkelijk te combineren, maar het is aan jou om dat samen te bekijken. Graadsklas is geen last, maar een kracht. Jouw kinderen zijn een kei in zelfsturing, taakplanning en evaluatie. En als je dit opbouwt vanaf leerjaar 1, dan hebben ze dit mee voor hun ganse leven. De kracht van een graadsklas is enorm. Zoek de kracht in de kinderen, zodat ze samen aan de slag kunnen. Jouw kinderen zijn immers veel sterker op heel veel vlakken. Geloof zelf in je eigen manier van werken. Wanneer je er zelf niet meer in gelooft, dan draag je het ook niet over aan leerlingen. En reflecteer vooral met lotgenoten. Praat erover met andere leerkrachten die ook in graadsklassen aan het werk zijn. Ik wil je ook nog een tip geven om de algemene en leerjaargebonden rekenmaar opleidingsfilmpjes zeker en vast nog te gaan bekijken. En ook het opleidingsfilmpje van Bingel. Als starter binnen Rekenmaar willen wij je heel uitgebreid gaan ondersteunen bij Uitgeverij Van In. Dat kan via de website, waar we je regelmatig tips en tricks laten zien hoe je aan de slag kan met deze voor jou nieuwe rekenmethode. Je kan ook via mail altijd vragen sturen naar rekenmaar@vanin.be of je kan ook terecht op de Facebookgroepen van Rekenmaar. Per leerjaar is er een Facebookgroep waar heel wat ervaringen en zelfs materialen worden uitgewisseld. Heb je nog vragen na het bekijken van de opleidingsfilmpjes? Dan kan je nog terecht bij de Rekenmaar vragensessie die wij organiseren einde augustus. Dat kan op 23 augustus of op 25 augustus. We vragen je wel om op voorhand in te schrijven.